Voor de dieren 10 jaar geleden in de kamer gekomen. Er zijn meer collega's die daar een herinnering aan hebben als ik zo kijk. En persoonlijk ook. En vandaag, ik heb lekker gebak gegeten. Dus daarom gefeliciteerd namens ons allen ook. En dan geef ik graag het woord aan mevrouw Thieme voor de Partij voor de Dieren. Voorzitter, dank u wel. Ik zit even naar de tijdklok te kijken. Ja, precies. Dank u wel. Ja, voorzitter, inderdaad, vandaag 10 jaar geleden werd er voor het eerst in de geschiedenis een partij in een nationaal parlement gekozen die niet de korte termijn mensenbelangen centraal stelt, maar de belangen van alle levende wezens. De Partij voor de Dieren. En een partij die vindt dat we af moeten van dat menscentrale denken. En daar is ook alle aanleiding toe. En nou zult u wel denken, nou, we hebben een leuk feest vandaag, we hebben taart gehad, het is gezellig. En dan gaat de jarige, die gaat dan een uur lang een speech geven. Daar zit je dan toch niet echt op te wachten. En ook nog eens een speech die niet echt getuigt van grote feestvreugde. Want er is nogal wat om zorgen over te hebben. Maar ik zal jullie geruststellen, kunnen rustig gaan luisteren. Ik kom niet alleen met misstanden, maar ook met oplossingen. Wij zijn, als we kijken naar hoe wij met dieren omgaan, dan heeft dat een enorme invloed op alles wat belangrijk is voor ons en voor onze kinderen en kleinkinderen. De manier waarop we met de dieren omgaan is bepalend voor het klimaat, voor onze volksgezondheid, voor de biodiversiteit, voor de kwaliteit van bodem en water en grond. En het is ook, het geeft ook een voorbeeld hoe wij met dieren omgaan naar onze kinderen toe. En ook de toekomstmogelijkheden van toekomstige generaties zet op het spel, de wijze waarop we met de dieren omgaan. En dat zal ik zo uitleggen. Wij zijn namelijk de eerste generatie die de problemen van de grootschalige intensieve veehouderij aan den lijve ondervindt. En we zijn tegelijkertijd de laatste generatie die daar iets ook tegen kan doen, gezien de klimaatcrisis. Er wordt wel gezegd dat de mens van nature niet tot verandering geneigd is. Het vasthouden aan de intensieve, grootschalige melkveehouderij, kippenhouderij, varkenshouderij en al die andere manieren waarop mensen dieren exploiteren, bevestigen dat. Het probleem is dat de traditionele politiek zich onmachtig lijkt te voelen, om verandering aan te brengen in de situaties die de schandvlekken op onze beschaving zijn. Al meer dan 30 jaar wijzen ministers en staatssecretarissen naar de vee-industrie die zelf het initiatief moet nemen om diervriendelijker te worden en milieuvriendelijker te worden. En om geen gevaar meer te vormen voor de volksgezondheid. Al meer dan 30 jaar komt er vanuit de industrie nauwelijks iets van de grond aan vernieuwing en verbetering. En strompelt het van voedselcrisis naar voedselcrisis. En van dierziektecrisis naar dierziektecrisis. En van wetsovertreding naar wetsovertreding. Veel veehouders zitten volkomen knel tussen de bank en de markt. Elk jaar moeten de kosten gedrukt worden om mee te kunnen doen in de rat race to the bottom. Veel boeren zijn anonieme grondstoffenproducenten geworden. Schuldhorigen van de bank, zou ik ze willen noemen. En voorzitter, het is totaal onlogisch om in een dergelijk systeem van alle boeren te vragen om vrijwillig hun bedrijfsvoering te wijzigen. Om 4 redenen. Ten eerste, boeren die produceren voor een niche-markt zitten niet te wachten op meer aanbieders. Wie er nu een uniek product levert, heeft geen behoefte aan concurrentie. En 2, veel boeren hebben een morele blinde vlek ontwikkeld ten aanzien van dierenwelzijn. Ter illustratie, in de discussie over de kalf bij de koe stellen veel gangbare melkveehouders dat het geven van moedermelk aan de eigen kalfjes de kalveren ziek zou maken en de moederdieren vals. En in de derde plaats, boeren zijn met handen en voeten gebonden aan een systeem dat ze zelf niet kunnen veranderen. De schuld aan de bank hangt als een molensteen om hun nek. Bij dalende prijzen kunnen ze nauwelijks of niet hun hoofd boven water houden. Als ze al zouden willen, ze kunnen vaak niet anders. En tenslotte de 4e reden, het is ronduit pervers om een sector die er zo voor staat afhankelijk te maken van zelfregulering. Botweg te zeggen, zoek het zelf maar uit, regel het zelf maar. De onzichtbare hand van de vrije markt, waar de VVD zo graag in gelooft, maar die er wel voor zorgt tegelijkertijd dat er 7 agrarische gezinsbedrijven per dag het hek van hun boerenbedrijf moeten sluiten.
En de Sociaal-Economische Raad stelde vorige maand met kracht dat de overheid leiderschap moet tonen en op moet treden als marktmeester. Dat de tijd van vrijblijvendheid en mooie intenties voorbij is. De staatssecretaris-voorzitter kan na deze zoveelste noodklok van een gerenommeerd adviesorgaan niet langer op zijn handen blijven zitten. Zelfs niet als de VVD dat van hem verlangt. Voorzitter, tijdens het eerste begrotingsdebat Landbouw en Natuur van dit kabinet heb ik gezegd dat er heel veel kansen voor open doel lagen om de landbouw te hervormen. Het regeerakkoord legde daarvoor geen strobreed in de weg. Maar de belangen van dieren en milieu en natuur werden politiek wisselgeld. Uitgeruild tegen de belangen van de vee-industrie en zijn korte termijn economische belangen van slechts een paar agrarische megabedrijven. Ook draaide de propagandamachine op volle toeren. Organisaties als LDO, NZO, NFLI, NVV, NVP, you name it. Ook Wageningen Universiteit. Ze kwamen hier dagelijks over de vloer. En over de laatste nog een volgende vraag, de Wageningen Universiteit. Wanneer wordt de motie uitgevoerd om Wageningen Universiteit weg te halen bij het ministerie van Economische Zaken en te laten resorteren onder het ministerie van Onderwijs? Dit om de onafhankelijkheid beter te waarborgen. Kortheidshalve wijs ik op het verloren kort geding gisteren tegen Trouw. Trouw had bericht dat Wageningen Universiteit een door het bedrijfsleven gesponsord onderzoek naar het statiegeldsysteem had gedaan, waarvan de uitkomst al van tevoren was vaststond. Wageningen was niet gediend van deze berichtgeving, ging naar de rechter, maar de rechter oordeelde dat de analyse van Trouw volledig correct was. Er is een groot probleem bij de Wageningen Universiteit, voorzitter. Voorzitter, de landbouwlobby deed er alles aan om staatssecretaris Dijksma en later staatssecretaris Van Dam in te wijden in de meest romantische kant van hun nering. Donzige kuikentjes, snoezige varkentjes in een showstal vol stro, een rondleiding door een heuse ronddeelstal waarvan er slechts een handje vol zijn en waar de pluimveehouder zoals vanzelf naartoe zou bewegen. Het komt goed, gaat vanzelf, let maar op. Dat horen we overigens al 12 jaar rondom die ronddeelstal. Voorzitter, de weg naar de hel is geplaveid met zichtstallen en met optimistische bedrijfsbezoeken aan keurig aangeharkte voorbeeldbedrijven. Voor de alledaagse realiteit wordt de staatssecretaris niet uitgenodigd. Het levend versnipperen van tientallen miljoenen H1-dagshaantjes bijvoorbeeld. Of bij het onverdoofd knippen van de staart en tanden van varkens. Of bij het vangen van plofkippen die niet meer op hun eigen poten kunnen staan. Of bij het onverdoofd slachten van dieren. Van alle werkelijkheden die de bio-industrie kan tonen, worden vooral de meest geromantiseerde varianten getoond. En we zien een tendens naar nog meer onnatuurlijke houderijsystemen. De ontwikkeling van de laboratoriumstallen, om zo antibiotica-gebruik terug te dringen. De megastallen. Het is een heilloze weg die alleen gevoed wordt door het ultra-korte termijndenken. De ontwikkeling van de landbouweconomie van meer voor minder in alle opzichten. Meer dieren, maar minder inkomsten. Meer stallen, maar minder boeren. Meer megastallen, minder familiebedrijven. Meer dierziekten, minder veilige omgeving voor burgers. Meer export en een minder stabiel klimaat. Voorzitter, wanneer maakt de staatssecretaris daar een einde aan? Voorzitter, de staatssecretaris heeft nog maar een paar maanden om missionair en mogelijk langer demissionair orde op zaken te stellen in de landbouw. Om een einde te maken aan de valse beloftes van meer dierenwelzijn en meer duurzaamheid. Jaarlijks worden er meer dan 500 miljoen plofkippen geslacht die gefokt zijn op extreme groei. Hun lichaam ruikt uitgeput. Er ontstaat vocht in de buikholte. De botten zijn te zwak om het gewicht te kunnen dragen. De dieren hebben ernstige blaren aan hun voetzolen doordat ze hun hele leven slijten in hun eigen uitwerpselen. Uiteindelijk kunnen ze niet meer lopen en zakken ze door hun poten. Maar mevrouw Lodders denkt dat het uitstekend gesteld is met het dierenwelzijn van de kippen. Maar dan komt vervolgens de volautomatische kuikenveegmachine voor de plofkippen. Die veegt de dieren letterlijk op van de vloer met een rol van rubberen vingers in een tempo van 8000 kippen per uur. Diervriendelijk, juicht de fabrikant. Maar moest die claim van de reclamecodecommissie van zijn website halen, toen bleek dat een kwart van de kuikens de stal met ernstige verwondingen verliet. De enige reden voor deze wijze van productie is geld. Om economische redenen mishandelen we dieren levenslang en gunnen we ze niet meer dan een marginaal bestaan.
Zelfs hun sterven is om economische redenen een lijdensweg die je ergste vijand nog niet eens zou toewensen. Laat staan een weerloos en onschuldig dier. Dieren hebben letterlijk geen leven, althans geen leven naar hun eigen aard. En voorzitter, kan de staatssecretaris aangeven wanneer naar zijn mening kippen moeten kunnen leven naar hun aard? Voorzitter, dat brengt mij ook tot de zeer penibele situatie van de dikbilrunderen. Koeien worden voor de productie van vlees zodanig doorgefokt dat zij niet meer op een natuurlijke wijze kunnen bevallen. Een keizersnede, een vergaande ingreep, is zo goed als standaardpraktijk geworden. En door de doorfok is er een forse risico op misvormde kalveren. Net als bij plofkippen kan het lichaam het gewicht in veel gevallen niet aan. De koeien zien eruit alsof de carbonades aan de buitenkant tegen hun lichaam aangeplakt zitten. Voorzitter, het past niet bij de wijze waarop dierenwelzijn in de meeste verkiezingsprogramma's geformuleerd is. Maar papier is geduldig en werkelijkheid is zeer weerbarstig. En voor geld is alles te koop, zeker in een land van kooplieden, waar zelfs de dominees of hun politieke vertegenwoordigers hebben aangekondigd zich in te zullen gaan zetten voor minder regels in de veehouderij en nog lagere kosten voor de bedrijfsvoering. Rentmeesterschap anno 2016, zoals ook het kabinet het graag ziet. De vleesrunderensector krijgt de mogelijkheid om met een plan van aanpak te komen om keizersneden bij dikbilrunderen op termijn uit te faceren. Manjana, voorzitter. En dan de melkveeindustrie. Jarenlang is het ons voorgehouden via spotjes over melk de witte motor en via de claim melk is goed voor elk. Koemelk is inderdaad erg goed. Maar dan wel alleen voor pasgeboren kalfjes. Kalfjes die nu meteen na hun geboorte van hun moeder gescheiden worden. Een volkomen uit de hand gelopen systeem. Waarvan inmiddels niet alleen de kalfjes, maar ook hun moeders, de boeren, de volksgezondheid, de biodiversiteit en het klimaat slachtoffer van worden. En ik heb daar in 2007 een film over gemaakt, Meet the Truth. En de bewijzen voor de negatieve effecten van de melkveehouderij stapelen zich op. En melkveehouders luiden de noodklok over de lage melkprijs. Letterlijk crying over spilled milk. Het is de megamorfose van de melkveehouderij die de lage prijs heeft veroorzaakt. De melkquota moesten en zouden verdwijnen. De Tweede Kamer werd platgelopen door de LTO, de Landbouw- en Tuinbouworganisatie. De LTO beloofde gouden bergen als de melkquota maar zouden worden afgeschaft. En de quota ging er vanaf. Massaal gingen de boeren meer koeien houden. En wat gebeurde er? De prijs daalde. Was dat te voorzien? Natuurlijk, dat kan in iedere ondernemer je te vertellen. Schaalvergroting leidt niet tot meer inkomenszekerheid voor boeren. Integendeel, het leidt tot kwetsbare bedrijven. En nu moet de belastingbetaler opdraaien voor de overproductie. Er worden tientallen miljoenen euro's vrijgemaakt om een industrie die zichzelf in de problemen heeft gebracht uitstel van executie te bieden. Dat uitstel van executie geldt overigens niet voor de melkkoe zelf. Daarvan zullen volgens de laatste berichten 200.000 gezonde dieren geofferd worden op het altaar van de economie. Over het leed dat koeien wordt aangedaan, wordt nauwelijks gesproken. Het gaat over rekenmodellen, voersporen, derogatie en vooral tientallen miljoenen aan subsidies als pleister op een stinkende wonde. Hoe kan een systeem als dit ooit gerechtvaardigd worden, voorzitter? De staatssecretaris had leiderschap moeten tonen. En bijzonder genoeg vinden de melkveehouders dat ook. Waarom heeft niemand ons tegengehouden? Bijvoorbeeld met regels, verwijten de boeren Den Haag nu. Dat lazen we in de Volkskrant vorige maand. En ik wil die vraag hier luid en duidelijk herhalen en aan de staatssecretaris stellen. Waarom heeft het kabinet ze niet tegengehouden? En is het stellen van die vraag en de beantwoording ervan niet de definitieve faillietverklaring van zelfregulering? En wat levert dit leed onder mensen en dieren nou eigenlijk op? Ik moet iedereen die daar nog in gelooft teleurstellen. Voor het geld hoeven we het niet te doen. De melkveehouderij draagt slechts 0,3% bij aan het bruto binnenlands product. Terwijl diezelfde melkveehouderij verantwoordelijk is voor tenminste 50% nationale ammoniakuitstoot en daarmee de natuur ernstig bedreigt. Die schade bedraagt alleen al tenminste 1 miljard euro per jaar.
de totale externaliteiten van de melkveehouderij. En dat zijn de kosten die niemand voor zijn rekening neemt en dus door de belastingbetaler moet worden opgehoest, vroeger of later, bedragen tussen de 2,5 en 7,5 miljard euro per jaar. De toegevoegde waarde van de melkveehouderij was in 2015 3,2 miljard. En hiermee kost de melkveehouderij dus aanzienlijk meer dan dat ze oplevert, blijkt uit onderzoek van Quintry. Voorzitter, de melk wordt duur betaald. De melkveehouderij is de nieuwe bio-industrie. En de staatssecretaris beloofde eerder tijdens de landbouwbegroting, en ik citeer, kwaliteit in plaats van meer voor minder. Einde citaat. Kan de staatssecretaris aangeven op welke wijze hij deze goede voornemens in daden heeft omgezet of wil gaan omzetten in de komende maanden? Graag een reactie. Ik wil graag afzonderlijk aandacht vragen voor de kalfjes die slachtoffer zijn van de melkveehouderij. Ik denk even voordat u verder gaat, de heer Geurts. Ja, voorzitter, ik heb een poos naar het betoog van mevrouw Thieme zitten luisteren. Weet mevrouw Thieme dat er sinds 1980 een miljoen minder koeien in Nederland zijn? Mevrouw Thieme. Er zijn er nu te veel. Er worden nu door de melkveehouders 200.000 koeien voortijdig naar de slachthuizen gebracht, omdat ze economisch niets meer waard zijn. En dan zou de heer Geurts sieren als hij daar ook schande van zou spreken. Heer Geurts. Ja, voorzitter, laat mevrouw Thieme nou eerlijk zijn. Hier naar de Kamer, naar het publiek wat zit te luisteren. U wilt geen boer overhouden in Nederland. U wilt nog een paar wortelteelers overhouden en daar moeten we het mee doen. Voorzitter, de wijze waarop wij nu onze landbouw hebben ingericht maakt van boeren die met hart en ziel hun bedrijf willen voeren, maakt het anonieme bulkproducenten, grondstoffenproducenten. Terwijl elke boer die ik spreek graag voor zijn kwaliteit zou willen worden beloond en een eerlijke prijs zou willen verdienen. Maar het kabinetbeleid en het beleid ook van het CDA van de afgelopen 20, 30 jaar heeft ervoor gezorgd dat er per dag 5 boeren moeten stoppen. En dan zou de heer Geurts zich moeten aanrekenen. Goed. Voorzitter. Gaat ver. Mevrouw Dikvaal. Voorzitter, ik wil op de punt even doorgaan, want mevrouw Thieme heeft het nu over hardwerkende boeren die het wel goed willen doen. Maar aan het begin van haar betoog zei ze, even buiten adem hoor, ik kom van achter rennen. Komt dus die training? Aan het begin van haar betoog zei mevrouw Thieme dat de boeren in Nederland een morele blinde vlek hebben voor dierenwelzijn. Een morele blinde vlek voor dierenwelzijn. Zegt de Partij voor de Dieren. Daar is dan toch alles mee gezegd. Dan is het doel van de Partij voor de Dieren toch duidelijk. Nee, het is heel duidelijk zo dat, en dat zei trouwens al eerdere ministers, bijvoorbeeld minister Brinkhorst ook al in de tijd van de varkenspestcrisis, is dat als je al een tijdje lang zo op kostenprijs gedreven systeem, als je daarin gaat werken, dan raak je op een gegeven moment echt, krijg je een beroepsdeformatie. Dan zie je niet meer wat nog wel echt door de maatschappij wordt geaccepteerd. Het feit, en dat zou ik dan toch als wedervraag aan mijn mevrouw Dick Faber willen stellen, het feit dat melkveehouders in de discussie over kalveren bij de koe zeggen dat een kalf ziek wordt van de melk van zijn eigen moeder en dat de moederdier daar vals van wordt, dan ben je toch heel erg losgezongen van de natuurlijke orde der dingen. Mevrouw Dick Faber. Voorzitter, dat is leuk geprobeerd om een tegenvraag te stellen, maar mijn vraag is nog niet beantwoord. De Partij voor de Dieren heeft aan het begin van haar betoog gezegd, ja, dat boeren een morele blinde vlek hebben voor dierenwelzijn. Ja. En ze noemt het nu zelfs beroepsdeformatie. En ik vind dat een zeer kwalijke zaak voor boeren in ons land die met hart en ziel werken, iedere dag weer voor onze voedselvoorziening. En dan sluit ik me aan bij de woorden zoals de heer Geurts heeft uitgesproken. Dan is het doel van de Partij voor de Dieren gewoon heel duidelijk. Niet een diervriendelijke landbouw, maar gewoon een einde aan de landbouw zoals die op dit moment in ons land wordt gehouden. Een eind aan het houden, de bio-industrie. Een eind aan het houden van dieren in ons land. Dat moet stoppen. Dat is het doel van de Partij voor de Dieren. En dan houden we inderdaad de plantaardige productie over. Nou, dat is niet waar de ChristenUnie voor staat. Mevrouw Thieme. Voorzitter, wij willen inderdaad een einde aan de bio-industrie. En dat willen wij al 10 jaar. En dat weet mevrouw Dick Faber ook. Het feit dat je een kip vanaf het moment dat het geboren is van een paar gram binnen 6 weken opfokt tot een vleesklomp van 2,5 kilo dat door zijn eigen poten zakt, dat blaren onder zijn voeten heeft, dat is pure dierenmishandeling, voorzitter.
Voorzitter, en als u daarmee doorgaat, dan hebben we dus een probleem wat we met z'n allen hebben gecreëerd en daar zou onmiddellijk een einde aan moeten komen. Mevrouw de Graaf. Voorzitter, ik kom toch weer even naar voren, want hoe vaak komt mevrouw Thieme in een dierenstal? Hoe vaak heeft zij gezien hoe kippen gehouden worden in ons land? Hoe vaak heeft ze gezien hoe dat in het buitenland gebeurt? En wil zij dan erkennen dat het hier in ons land duurzamer en diervriendelijker is dan in landen elders? En wil zij alstublieft de woorden over dierenmishandeling terugnemen? Want ik trek het me bijna persoonlijk aan. Ik bedoel, ik sta hier voor de boeren en ik pik het gewoon echt niet als ze hier als dierenmishandelaars worden weggezet. Ja, voorzitter, het boeren zijn samen met de consumenten die ook de plofkippen kopen, zijn wij met z'n allen verantwoordelijk voor dit verziekte systeem, dat klopt. En wie zich spiegelt aan een ander, spiegelt zich zacht. Dus gaan we nou niet hebben over andere landen waar het misschien nog erger is. Wij hebben hier te maken met 500 miljoen plofkippen die dagelijks in een ellendige omstandigheden in een donkere schuur een ellendig leven leiden. En dat zou mevrouw Dick-Faber zich aan moeten trekken. Dat zou niet kunnen mogen in een beschaving als de onze. Mevrouw Lodders. Ja, voorzitter, het is nogal aanmatigend hoe mevrouw Thieme hier een hele sector te kakken zet. Ik kan het eigenlijk bijna niet anders noemen. En ik vind het ook eigenlijk niet zo heel erg netjes, zeg ik tegen u mevrouw de voorzitter, dat een sector die zich niet kan verdedigen op deze manier naar dit betoog zou moeten luisteren. Volgens mij heeft mevrouw Thieme één doel, heeft de Partij van de Dieren één doel, en dat is de Nederlandse consument geen vlees meer eet. Voorzitter, de sector heeft dagelijks hier de mogelijkheid om met zware lobbymiddelen mevrouw Lodders en anderen te belobbyen. Dus wat dat betreft krijgen zij alle ruimte om hun business as usual vooral te blijven propageren. Het feit ook dat de melkquota zijn afgeschaft onder druk van LTO, met nu het gevolg dat zowel melkveehouders als de dieren het loodje leggen. Voorzitter, ik denk echt dat we hier ook in deze Kamer toch nog wel vaak te maken hebben met ook een morele blinde vlek als het gaat om de wijze waarop we omgaan. Niet alleen met de dieren, maar ook met de boeren in Nederland. Want als we zo doorgaan met business as usual en denken dat gewoon de vrije markt alles maar kan oplossen, dan houden we straks geen boer meer over hier in Nederland. Dus ik wil, en dat zal ik ook later in mijn betoog ook aangeven, dat we voor een ander landbouwsysteem gaan kiezen wat werkelijk perspectief biedt voor boeren en voor dieren, voor natuur en voor milieu. Mevrouw Lodder. Ja, voorzitter, dat is geen antwoord op mijn vraag. Laat mevrouw Thieme nou gewoon eerlijk zijn en laat ze hier betogen dat de Nederlandse consument moet stoppen met de vleesconsumptie. Want dat is wat mevrouw Thieme beoogt. Ook, dat dus is ook prima. Maar dan hoeven we hier niet een half uur een sector totaal over over één kamp en geschoren te worden en neer te zetten als een stel criminelen. Mevrouw, voorzitter, we zijn allemaal verantwoordelijk voor dit georganiseerde systeem wat zorgt voor groot dierenleed, waar zelfs een heel groot manifest vanuit meer, geloof ik dan 300 hoogleraren en wetenschappers een paar jaar geleden ook in het land hebben betoogd dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Het wordt breed gedragen in de maatschappij. De Sociaal-Economische Raad heeft ook gezegd, de tijd van dit landbouwsysteem is niet langer houdbaar. Er is onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor de gangbare veehouderij. Dat zijn hoge colleges van staat waar we ook zeker naar moeten kijken. Dus het is niet alleen de Partij voor de Dieren die aangeeft dat we op een andere manier onze voedsel moeten gaan organiseren. Het zijn ook steeds meer wetenschappelijke bureaus en anderen die dat aangeven. De heer Geurts. Ja, voorzitter, mevrouw Thieme beantwoordt de vragen niet. De vraag is heel simpel. Moeten we stoppen met vlees eten in Nederland? Ik zou zeggen, kijkt u Meet the Truth. De film die staat online op de site in 12 talen, meen ik. Ik denk dat er vast eentje tussen zit die de heer Geurts zou kunnen gaan bekijken. Mevrouw, voorzitter, we krijgen en dan zou geen ik ook nog aan antwoord op de vraag van mevrouw Thieme. Dat wil ik ook best wel geven, maar het lijkt mij genoegzaam. Ik wil aan het woord en niet u. Dat gaat de voorzitter tegen u vertellen. Ja. Dan moet u niet door mij heen praten. Mm-hmm. Vind ik onbehoorlijk. En ik vind ook onbehoorlijk hoe u spreekt over een hele hardwerkende categorie in Nederland. Wees gewoon eerlijk dat in Nederland, in uw ogen, van uw partij, dus geen vlees gegeten mag worden. Ik vind het ontzettend belangrijk dat wij toegaan naar een samenleving waarin er veel en veel minder vlees moet worden
wordt gegeten. Zeker omdat het onhoudbaar is om door te gaan met zoveel vleesconsumptie. Omdat het slecht is voor het klimaat, slecht voor de natuur, slecht voor biodiversiteit, slecht voor onze volksgezondheid. Dus ja, en als we allemaal in Nederland al beginnen met één dag in de week geen vlees te eten, dan zou dat gelijk staan aan een broeikasgasbesparing van 1 miljoen auto's die van de weg worden gehaald. Ja, voorzitter, daar sta ik voor. En daar sta ik al 10 jaar voor. De heer Geurts, kort. Voorzitter, één vlucht heen en weer naar Marques heeft ook heel veel CO2. Waar het om gaat, voorzitter, mevrouw Thieme geeft geen antwoord, ze draait eromheen. Maar de kern is gewoon, Partij voor de Dieren wil dat er in Nederland geen vlees meer gegeten wordt. Dat er geen boerenveehouders meer zijn die dat maken. Dat wilt u allemaal niet. U wilt dat wij gewoon gaan eten uit een fabriek waar vegetarisch voer vandaan komt. Voorzitter, het is ontzettend belangrijk als wij nog een gezonde aarde willen hebben voor onze kinderen en kleinkinderen, dat we onze vleesconsumptie drastisch gaan verminderen. En dat zegt niet alleen de Partij voor de Dieren, maar dat zegt ook het Planbureau voor de Leefomgeving, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat zegt Chatham House, dat zegt de FAO, Louise Fresco, om maar even een van de Wageningen Universitaire medewerkers te noemen. Er zijn zoveel mensen. Het is een trend die niet tegen te houden is. Goed, mevrouw Thieme gaat verder. Voorzitter, graag wil ik afzonderlijk aandacht vragen voor de kalfjes die slachtoffer zijn van de melkvee-industrie. We weten dat er in Nederland 30 melkveeboeren zijn die de kalfjes bij de moeders laten. Slechts 30 van de 17.000 melkveebedrijven. Hoe staat het met de aangenomen motie die vraagt om een plan van aanpak om pasgeboren kalveren niet langer van hun moeder te scheiden? Het pasgeboren kalf wordt meteen na de geboorte in een eenlingbox gestopt. Het mag geen kistkalf meer genoemd worden. En vertoont daarna in de zogeheten groepshuisvesting gestoord gedrag. Het gaat wanhopig zuigen aan andere kalfjes. In Gelderland zagen we onlangs kalfjes die, om dit tegen te gaan, een neusring hadden gekregen met scherpe uitsteeksels. Om dit natuurlijke gedrag met een martelwerktuig te onderdrukken. Is dat dierenmishandeling of niet? Voorzitter, hoe beoordeelt de staatssecretaris deze handelswijze? Graag een reactie. En dan is er nog een varkentje dat nodig gewassen moet worden. Veel varkens maken de spoeling dun, luidt het spreekwoord. En in de varkenshouderij is dat zeer voelbaar. Voor de dieren en voor de boeren. Nog steeds ontbreekt het in veel varkensstallen aan het verplichte afleidingsmateriaal. En worden biggestaartjes massaal in strijd met wettelijke voorschriften afgeknipt. Tanden worden afgeveld. Dierenmishandeling. Brandveiligheidssystemen ontbreken in veel gevallen. Voorzitter, de varkensindustrie fokt al jaren zeugen die zoveel mogelijk biggen per worp geven. Naar verwachting loopt dit binnen 3 jaar op naar 40 biggen per zeug per jaar. En omdat de zeugen daar niet genoeg spenen voor heeft, worden er speciale superzeugen gefokt met extra spenen. In de strijd tegen overmatig antibiotica-beleid bouwen boeren bijna steriele stallen, zogenaamde specific pathogen-free stallen, laboratoriumstallen, waar biggen en varkens in plastic bakken letterlijk gestapeld worden en over rails door de stal gereden worden. Leven, lijden en sterven aan de lopende band, letterlijk. Dit wordt een high-care stal genoemd. Voorzitter, marketing is een mooi, maar cynisch vak. Tijdens een werkbezoek kreeg de Kamer een filmpje te zien van een varkenshouder die trots liet zien dat zijn stal chockvol varkens antibiotica vrij was. En deze varkenshouder moest zich daarvoor wel meerdere malen per dag douchen en zich van top tot teen hullen in steriel plastic. Hij komt daarom alleen gepland en zo min mogelijk in zijn computergestuurde en hermetisch afgesloten stal. Fotografen mogen er niet in. Scharrelen? Een zandbad nemen, vroeten, sociaal gedrag. Het kan allemaal niet in een laboratoriumstal. Kan de staatssecretaris aangeven wat hij vindt van laboratoriumstallen in het kader van zijn streven om dieren het recht te geven op natuurlijk gedrag? En na zo'n kort en ellendig leven in de vee-industrie volgt de vergassing, voorzitter. Als een varken op slachtgewicht is, wordt het dier na transport in een lift gedreven om daar af te dalen naar een met CO2 gevulde ruimte. Geen cameratoezicht, maar de geluiden spreken voor zich. Een proefopstelling van de Universiteit Zurich onthulde dat de varkens in de gaskamer een afschuwelijke dood sterven. Maar de Nederlandse varkensindustrie houdt vol dat vergassing zeer humaan zou zijn. Een verbijsterende constatering, voorzitter. Ik zal de beelden na mijn bijdrage online plaatsen, zodat het publiek zelf kan oordelen.
Varkens happen naar lucht, gillen in paniek, proberen te ontsnappen om na een lange doodstrijd stuiptrekkend te stikken. De NVWA constateerde dat het bedwelmen met CO2 voorafgaand aan de slacht bij varkens voor ernstige dierenwelzijnsproblemen zorgt. Onze aangenomen motie om CO2-bedwelming uit te faseren is tot op heden nog steeds niet uitgevoerd. Meer dan 60.000 varkens per week sterven in Nederland op deze manier. Ondertussen stappen slachthuizen nog steeds massaal over op deze goedkope en macabere slachtmethode. En ik roep de staatssecretaris vandaag ter verantwoording. Op welke manier is het vergassen van varkens te verenigen met de idealen die hem tot een politieke carrière brachten? Hij was op zoek naar echte problemen en werkbare oplossingen. Hoe is het te verenigen met het verkiezingsprogramma van zijn partij, met zijn idealen van toen? Hoe is het te rijmen met het regeerakkoord dat sprak van een keiharde aanpak van dierenmishandeling? Graag een reactie. Voorzitter, de vee-industrie is een door en door verziekt systeem. En dat is niet alleen desastreus voor de dieren zelf. De helft van het kippenvlees, 40% van het kalfsvlees en 13% van het rundvlees is besmet met antibiotica-resistente bacteriën. ESBL heeft al tot dodelijke slachtoffers onder mensen geleid. En mensen die in de buurt wonen van veehouderijen hebben last van fijnstof, endotoxine, uitbraken van zoonozen en stank. We hebben ten tijde van de Q-koortsepidemie kunnen zien hoe ziekten van dieren op mensen kunnen overslaan. Tienduizenden mensen raakten besmet. 4000 mensen raakten chronisch ziek. En tenminste 74 mensen overleden. En naast de Q-koorts hebben uitbraken van vogelgriep en varkenspest voor miljoenen slachtoffers onder dieren gezorgd en bedreigen ze de volksgezondheid op niet eerder vertoonde schaal. Voorzitter, moet de staatssecretaris niet met mij concluderen dat de gangbare veehouderij ook op het gebied van gezondheidsrisico's onhoudbaar is? Maar voorzitter, de staatssecretaris noemt ons land met de grootste intensieve veehouderij dierenwelzijnskampioen. Kan hij dat nog voorhouden nadat ik al deze voorbeelden heb genoemd? Nederland behoort in de EU tot de landen met het kleinste aandeel biologische landbouwgrond. Slechts 3,1%, en dat is ver onder het Europese gemiddelde. Alleen landen als Bulgarije, Hongarije en Roemenië scoren slechter op dit punt. Je kunt jezelf dus al dierenwelzijnskampioen noemen als je honderden miljoenen dieren in donkere betonnen stallen opsluit die nooit het daglicht zien. Waarom gedraagt de staatssecretaris zich als propagandachef van de bio-industrie? Kan de staatssecretaris daar in dit laatste missionaire begrotingsdebat van het kabinet Rutte 2 eindelijk duidelijkheid over geven, zodat ook de kiezer zich een gedegen oordeel kan vormen over dit kabinetsbeleid? En voorzitter, natuurlijk hebben de conservatieve krachten binnen de industrie geprobeerd duidelijk te maken dat verandering alleen vanuit de markt kan komen. Dat de overheid vooral op afstand moet blijven. Ze wijzen op het level playing field van Europa, waardoor alles op de lange baan geschoven wordt. En dat elke verbetering vooral op basis van vrijwilligheid tot stand moet komen. Dat wordt al gezegd sinds de discussie over de aanvaardbaarheid van de intensieve landbouw, zo'n 40 jaar geleden. De tactiek van aanschuiven en bewust vertragen zien we vooral optreden als er verandering nodig is. De gevestigde belangen, vervuilende belangen, daar geen zin in hebben. Transitiepijn noemt het Planbureau voor de Leefomgeving dat en waarschuwt de overheid om daar niet langer in mee te gaan. De tijden van convenanten, blauwdrukken, taskforces en zelfregulering is echt voorbij, zo zegt het Planbureau. En mijn fractie sluit zich daarbij aan. Ook de Sociaal-Economische Raad, ik zei het al, concludeert dat de vrijblijvendheid en de zelfregulering in de veesector nu echt ten einde moet komen. Kan de staatssecretaris beloven die aanbevelingen ook echt over te nemen? Want wat had de staatssecretaris moeten doen? Herman Wijfels, in 2001, voorzitter van de commissie over de toekomst van de veehouderij, zei in een uitzending van Zembla, en ik citeer, de Nederlandse ambitie om de wereld te voeden is geweldig overtrokken. Het kabinet heeft sinds mijn rapport geen harde grenzen gesteld aan de melkveehouderij. Nu al zitten een aantal grote melkveehouderijbedrijven in bijzonder beheer. Het is een illustratie dat de kwetsbaarheid in de economisch-financiële zin toeneemt. De politiek heeft te lang te weinig gedaan en dit probleem zelf gecreëerd. Klaar. Einde citaat. Voorzitter, de staatssecretaris heeft de belangrijke taak laten liggen om burgers weer vertrouwen te laten krijgen in de overheid. De veehouderij verkeert in een diepe crisis.
Veehouders die het water aan de lippen hebben staan, smeken om leiderschap vanuit de overheid. Die leiderschap zal moeten uitmonden in een voedselbeleid, zoals ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stelt. En dat betekent dat we goed moeten kijken naar hoe we ons voedsel produceren en voor wie. En daarbij zijn mes en vork onze machtigste wapens tegen klimaatverandering, tegen welvaartsziekten, tegen milieuvervuiling en tegen dierenleed. En dat niet alleen. Want de honger in de wereld wordt niet veroorzaakt door te weinig voedsel. Integendeel, amper 2/3 van het voedsel wordt daadwerkelijk opgegeten. En als we kijken naar de hoeveelheid voedsel die op de akkers geoogst wordt, belandt er nog veel en veel minder in een mensenmond. Zo'n 40% van de wereldwijde graanoogst wordt opgeslokt door de intensieve veehouderij. Kostbare voedingsstoffen waarvan een groot deel van de beschikbare calorieën verloren gaat. Het voedselvraagstuk is een verdelingsvraagstuk. En de belangrijkste vraag is, kunnen alle mensen voldoende en voldoende voedselrijk eten krijgen nu en in de toekomst? En ja, zeker, dat kan. Maar dan moeten we nu eindelijk echte keuzes maken. Keuzes voor de lange termijn. En er liggen 2 wegen open. We kunnen doorgaan op de huidige weg. De weg van overconsumptie van vlees, zuivel en eieren. Dit is de weg van megastallen. Van ontbossing van het tropisch regenwoud. Om plek te maken voor nog meer plantages voor veevoer. En dit is ook de weg van Bayer en Monsanto. Die bodems en water vergiftigen. En bijen en vlinders dreigen te vernietigen. Het is de weg van kunstmest. Die de voedselproductie op de korte termijn kan verhogen. Maar op de lange termijn de bodem uitgeput achterlaat. Het is de weg van monoculturen, waarin ziekte en plagen makkelijk de overhand krijgen en massale misoogsten op de loer liggen. En het is de weg waar elke dag 5 tot 7 boeren in Nederland moeten stoppen met hun bedrijf, omdat ze het simpelweg niet meer volhouden om onder de kostprijs hun producten te verkopen. En het is de weg van TTIP en CETA, die het veel boeren nog moeilijker zal maken om te kunnen blijven concurreren. Maar er is ook een andere weg. En die weg, die wordt gekenmerkt door een landbouwsysteem dat in harmonie is met de omgeving, met milieu, met mens en dier. Waarin slim wordt samengewerkt met de natuur in plaats van die te bestrijden met landbouwgif. En de biologische landbouw bijvoorbeeld kent al allerlei manieren om zonder gif te kunnen boeren. Het is een agro-ecologische landbouwsysteem waarin de nutriëntenkringlopen gesloten zijn op regionale schaal. Zodat bodems vruchtbaar blijven zonder het gebruik van kunstmest. Waarin voedsel niet meer wordt verspild. Maar mensenvoed. En dat betekent niet alleen minder voedsel weggooien. Het betekent vooral dat we zullen moeten ophouden om voedsel dat we zelf kunnen eten te verspillen via dieren als overbodige tussenschakel. Waarom zouden we 2 tot 7 kilo soja aan een dier voeren om daar slechts 1 kilo vlees van over te houden als we die kilo soja ook zelf kunnen opeten? Vlees is een zeer inefficiënte wijze van eiwitproductie en kan onmogelijk het groeiend aantal monden in de wereld voeden. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Minnesota kunnen we 4 miljard mensen extra voeden met het huidige akkerbouwareaal. Als we ervoor kiezen landbouwgewassen niet langer te verwerken tot veevoer en biobrandstof. Wanneer ons voedsel meer plantaardig wordt, kunnen we meer mensen voeden, biodiversiteit behouden en klimaatverandering afremmen. We bouwen bovendien aan meer soevereiniteit met betrekking tot ons voedselsysteem. Iets wat we al lang geleden lijken te hebben opgegeven, maar wat wel de sleutel is van een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem. Europa produceert nu nog maar 20% van haar plantaardige eiwitbehoeften. We zijn voor 80% afhankelijk van import. Dat is in een instabiele wereld een ongelooflijk groot risico te vergelijken met die energieafhankelijkheid die we hebben. Aan de andere kant biedt het ook een kans voor boeren om dat weer naar zich toe te trekken. De teelt van eiwitrijke gewassen in Nederland en Europa, ook voor directe consumptie voor de mens, neemt gelukkig geleidelijk toe. Alhoewel het is nog steeds erg traag. En dat is hoopvol, omdat het ons een stap dichterbij een duurzame en onafhankelijke voedselvoorziening brengt. En het goede nieuws is ook dat steeds meer Nederlanders biologisch kopen. De besteding aan biologisch voedsel in Nederland is vanaf 2009 verviervoudigd. Biologisch realiseert ruim 1 miljard euro aan consumentenbestedingen en zit ondanks de crisis nog steeds in een groeifase. En nog maar 13% van de Nederlanders eet elke dag vlees. Er is dus zoveel kansen voor boeren om hier te kunnen blijven boeren als je kiest voor biologisch. Waarom zetten we niet alle energie, alle tijd, alle investeringen op die manier van boeren?
De overheid heeft een belangrijke rol om te komen tot een toekomstbestendige landbouw. En de consument laat zien dat ze meer regionale en diervriendelijke productie wil. En daar moet de politiek zich ook wat van aantrekken. Daar waar juist de markt faalt. Mensen willen niet dat er onduurzame en onethische producten in de schappen liggen en verwachten dat dat gewoon geregeld is. Er is geen consument die klaagt dat er geen goedkope legbatterijeieren meer te koop zijn. Net zo min als dat er ook maar één consument zou klagen dat er geen kleding meer te koop zou zijn dat met kinderhanden gemaakt is. Een mooi voorbeeld van luisteren naar maatschappelijke wensen is bijvoorbeeld Tesla. De kleinste autofabrikant ter wereld. Het bedrijf Tesla is per verkochte auto 100 keer meer, zoveel meer waard als General Motors. Het grootste automerk ter wereld. Als je kijkt naar de beurswaarde. Willen we dus een toekomst voor onze boeren en opvolgers voor bestaande boerenbedrijven, dan zal het kabinet leiderschap moeten tonen en moeten inzetten op kansrijke nieuwe toekomstbestendige landbouwsystemen. We dienen een kader daarvoor te scheppen waarbinnen stabiele, duurzame ontwikkeling in de ecologische landbouw kan plaatsvinden, is de staatssecretaris dat met mij eens. Voorzitter, een ander onderwerp, tot slot. Niet alleen dieren in de veehouderij worden in hun welzijn bedreigd. Elk jaar worden er ruim 1 miljoen dieren in de natuur doodgeschoten voor de lol van een handjevol jagers. De plezierjacht zou verboden worden volgens de meeste verkiezingsprogramma's van in dit huis vertegenwoordigde politieke partijen. Maar de wil van de VVD werd wet. De PvdA moest in achterkamertjes beloven dat de plezierjacht ongemoeid zou blijven. Anders zou de VVD niet akkoord gaan met de nieuwe wet natuurbescherming. En mevrouw Lodders zei ook net dat ze dat inderdaad ook voor elkaar had gekregen. Maar voorzitter, ook jagers steken veel energie in het inwijden van politici in de meest romantische kant van wat ze in bos en hei doen. Volgens de jager pinkt hij een traantje weg als hij een dier uit het systeem neemt om het voor ernstig lijden te behoeden. Een jager vertelt graag dat de plezierjacht een wezenlijke bijdrage levert aan de verduurzaming en het regionaliseren van ons voedsel. Absolute flauwekul, waar geen weldenkend volksvertegenwoordiger voor zou moeten zwichten. Het zeer intensieve afschot en de jacht in Nederland leveren per Nederlander per jaar slechts 35 gram Nederlands wild op. 35 gram. 85% van de in de Nederland geconsumeerd wild is niet afkomstig uit de Nederlandse natuur. Dat komt gewoon uit de bio-industrie in landen als Argentinië en Polen en Nieuw-Zeeland. De plezierjacht is helemaal geen antwoord op de enige vraag naar regionaal geproduceerd voedsel. Al zou je alle dieren in Nederland in de natuur doodschieten elk jaar, dan nog kun je de mensen daar niet mee voeden. Sterker nog, de impact op de natuur is daarentegen enorm. De natuurlijke populatiedynamiek van dieren wordt letterlijk aan flarden geschoten. Door dieren als jachtbuit mee te nemen, gaan waardevolle mineralen uit de kringloop verloren. En dat zorgt voor ernstige verschraling van de natuur. Jagers spiegelen de jacht graag voor als diervriendelijk alternatief voor de bio-industrie. Maar jonge dieren blijven moederloos achter en dus onverzorgd. Partnerverbanden worden wreed verstoord en de groepshiërarchie wordt letterlijk naar de eeuwige jachtvelden geholpen. Met zwervende dieren als gevolg die een gevaar voor zichzelf of voor anderen kunnen worden. Een hagelpatroon die op dieren in volle beweging wordt afgevuurd bevat enkele honderden metaaldelen. Er worden niet alleen dieren gedood, maar grote aantallen dieren worden niet dodelijk geraakt en vluchten in paniek. Zij sterven een pijnlijke dood door geperforeerde darmen, een gebroken kaak of afgerukte poten. En jagers zeggen te jagen met respect voor het dier, dat we kunnen vertrouwen op hun weidelijkheidsprincipes. Nou, wie die principes bestudeert moet concluderen dat deze regels en tradities vooral zijn om de sport rondom de jacht zo mooi mogelijk te houden. Als er gesproken wordt over respect voor het wild, wordt vooral minutieus beschreven hoe het wild respectvol moet worden behandeld als het dood is. De regels zijn niet primair gericht op het dierenwelzijn. De hazenjacht bijvoorbeeld mag volgens de weidelijkheidsregels slechts in de vorm van drijfjacht plaatsvinden. Het dier moet dus rennen. Het mag niet stilstaand geschoten worden. Omdat er dan tegemoet gekomen wordt aan het romantische idee dat het de haas dan zou kunnen ontsnappen. Het haas, zeggen jagers. Dat betekent dat de kans om het dier ziek te schieten, te verwonden, groter is. Maar dat hoort bij het spel.
En voorzitter, het wordt niet-jagende natuurliefhebbers onmogelijk gemaakt ten volle van hun natuur te genieten, omdat de dieren als gevolg van de jacht onnatuurlijk schuw worden en zijn bijna allemaal nachtdieren geworden. Naast de plezierjacht worden er jaarlijks nog vele honderdduizenden dieren gedood, zoals vossen, zwanen, herten, reeën, zwijnen en ganzen. Er wordt zonder enig onafhankelijk onderzoek beweerd dat ze overlast veroorzaken. De dieren worden bestreden met de zwaarste middelen, waarmee hun wettelijke bescherming ernstig geweld wordt aangedaan. Officieel zijn deze dieren niet bejaagbaar, maar ondanks die wettelijke bescherming wordt jaarlijks de helft van alle edelherten, 70% van alle zwijnen en 30% van alle knobbelzwanen geschoten door jagers. Officieel heet dat geen jacht, maar populatiebeheer of schadebestrijding met het jachtgeweer. Een semantische truc die jagers in de praktijk vrij spel geeft. Voorzitter, jagers zijn dierenpolitieagent, aanklager, rechter, beul en leverancier van de poelier tegelijkertijd. Dat zijn te veel belangen, zou ik willen zeggen, tegen de staatssecretaris. En de staatssecretaris heeft die in de nieuwe wet natuurbescherming gewoon nog even verder gelegitimeerd. De provincies varen in de praktijk blind op het advies van de jagers. Hoeveel dieren er moeten worden doodgeschoten en welke dieren? Voorzitter, dit is de verklaring waarom er keer op keer plannen worden gemaakt voor het schieten van enorme hoeveelheden dieren, zonder dat nut en noodzaak ook maar enigszins helder zijn. Voorzitter, dit moet afgelopen zijn. Hoe gaat de staatssecretaris van een partij die zegt dat hij tegen de plezierjacht is, hoe gaat hij dit toch nog voor elkaar krijgen? We wachten op zijn antwoord als het gaat met name over onafhankelijke onderzoeken rondom het mogelijk schade veroorzaken van dieren. Daar heeft hij nog niet een antwoord op gegeven. We hebben een motie aangenomen gekregen die dat gaat regelen. Graag hoor ik de stand van zaken. Voorzitter, zwanen. Zwanen zijn wettelijk beschermd en veroorzaken nauwelijks schade. Toch worden er duizenden zwanen jaarlijks doodgeschoten met hagel. En voorzitter, zwanen zijn te groot om via hagel direct gedood te worden. Eén Vandaag toonde dit jaar beelden van aangeschoten zwanen die uit de lucht vielen en op de grond crepeerden met door hagelkorrels verbrijzelde vleugels. Niemand grijpt in, ook de staatssecretaris niet. Hij schuift zijn verantwoordelijkheid voor de zwanenjacht af op de provincie. En de moedige dierenarts die beelden maakte van de misstanden tijdens de zwanenjacht wordt nu zelf vervolgd. Ondanks overtuigend beeldmateriaal dat niet haar, maar de jagers van alles te verwijten valt. Graag een reactie. Voorzitter, ik kan u zeggen dat ik nog slechts het topje van de ijsberg op het gebied van het grote leed dat dieren wordt aangedaan heb kunnen benoemen. Maar ik ben een gelukkig mens wanneer de staatssecretaris alleen deze problemen die ik heb benoemd, die heel wel oplosbaar zijn, eindelijk ook gaat aanpakken vanuit een overheid die zegt dat de grens van het toelaatbare niet alleen is bereikt, maar ook ver is overschreden. Alleen dat al onderschrijft mijn mening, dat ik voorts van mening ben dat er een einde moet komen aan de bio-industrie, waar zoveel dierenmishandeling plaatsvindt. Dank u wel. Dank. En dan geef ik tot slot het woord aan mevrouw Ouwehand, ook voor de